Voor mijn studie is het heel belangrijk dat ik de feiten heb. Nieuws uit social media platforms is vaak onbetrouwbaar. Het is vaak gekleurd met een bepaalde richting. Dus ben ik op zoek naar betrouwbare bronnen die objectief de waarheid bieden. Daarvoor kan ik bij het CBS zijn. Zij geven mij de feiten en zij geven mij betrouwbare bronnen. Een belangrijk cijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek is de consumentenprijsindex. En een belangrijke component bij het berekenen van de consumentenprijsindex is de prijs van brandstof. Inmiddels hebben wij meer dan 360.000 gebruikers van onze pas. En daardoor hebben wij hele goede brondata die wij leveren aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als een van de grootste havens van de wereld hebben wij natuurlijk altijd te maken met de dynamiek van de economie, van logistiek, van transport, maar ook van werkgelegenheid. Daar komen grote vraagstukken bij. Van wat moeten we nou doen met onze investeringen in de infrastructuur, maar ook in technologie? Nou, om die vraagstukken te beantwoorden hebben we behoefte aan feiten over de ontwikkelingen, over hoe het ervoor staat. En dan is het belangrijk om een bron te hebben die onafhankelijk en zorgvuldig te werk gaat om de informatie te leveren en te analyseren. Nou, ik denk dat het CBS belang heeft bij het verzamelen van al die feiten om daarmee zo goed mogelijk en betrouwbare kengetallen aan te leveren die maatschappelijk relevant zijn. Die inzichten zijn voor ons onmisbaar. Ze helpen ons om verantwoorde beslissingen te nemen. En daar dragen we zelf ook aan bij, want wij leveren onze informatie aan het CBS. En zo ontstaat er een samenwerking die informatie steeds beter weet te maken. Wat ik zo fijn vind ook aan het CBS is dat het mij een platform biedt die feiten levert vanuit de daadwerkelijke bron. En dat is gewoon essentieel voor mijn scriptie. Wij krijgen heel veel vragen naar aanleiding van debatten die gaande zijn, discussies in de samenleving. En je merkt dat er heel veel behoefte is aan harde cijfers, aan het feitelijke materiaal om te beslissen, ja, klopt iets nou wel of klopt iets nou niet. Bijvoorbeeld omdat bedrijven of beleidsmakers daar ook besluiten op moeten baseren. En feiten leveren waarop je een goed besluit kan nemen, dat is wat het CBS doet. En dat doen we voor de samenleving, dat doen we ook voor overheden, voor journalisten, voor wetenschappers, ook voor burgers. Maar eigenlijk voor iedereen.